Maandag 10 april, tweede paasdag, heeft wethouder Ria Barber van de gemeente Bergendal samen met enthousiaste kinderen de vernieuwde struintuin in Beek heropend. Aansluitend gingen de kinderen op zoek naar verstopte paaseieren en ook waren er chocolade paashazen voor alle kinderen. Na overleg met buurtbewoners werd de struintuin vernieuwd. Oude boomstammen werden vervangen door speeltoestellen in hout, zodat het in de omgeving van de struintuin past. We zijn in Beek bij de struintuin aan de Gelderhorstlaan. En we hebben net een hele nieuwe speeltuin gekregen met allemaal houten speeltoestellen. En er is van net een opening gedaan door de wethouder. En wij zijn hier voornamelijk omdat we natuurlijk spelen wilden bevorderen voor de kinderen. En daar is voor alle leeftijden is aan gedacht. Ja, jij hebt het mooi samengesteld. Nou, dat is een hele leuke samenwerking geweest samen met de gemeente. Want er was een budget beschikbaar en toen hebben we wat overleg gehad. En toen kregen wij de kompangids van de speeltuin en mochten we meedenken over welke speeltoestellen wij dan leuk zouden vinden. Ja, en dat is echt een heel mooi resultaat geworden. Daar zijn we heel blij mee zijn. En waar ook al heel veel in gespeeld is. Dus ja, echt een aanwinst voor het dorp. En ook komen ook kinderen van het hele dorp hier spelen. Dus het is niet alleen de wijk, maar echt heel leuk. Daar zijn we heel blij mee. Ja, ik denk wij als struintuincommissie willen vooral de buurt verbinden, Beek verbinden met elkaar en met natuurlijk spelen. Dus dat is wat we hier probeerden neer te zetten en wat wij belangrijk vinden, denk ik. Ja. Ja, vandaag in Beek, de struintuin. En ik vind het zelf heel grappig, want ik ben rond 2006 ben ik hier geweest bij de start van de struintuin. Daar was wethouder Leidy van der Aals en ook de gedeputeerde Harry Gerenweer waren hier. En toen zijn we gestart met verschillende dingen aan te planten, want er werd hier een nieuwe wijk gebouwd en er moest ook flink wat groen blijven. Nou, deze hele strook tussen die wijk en de grote weg, die bleef vrij en de mensen hier wilden er wat mee. Nou, het is uitgegroeid tot een hele mooie plek. Er lagen wat spulletjes om mee te spelen, maar niet echt speeltoestellen. En nu vandaag hebben we de opening gehad. Er zijn weer nieuwe speeltoestellen, natuurlijke speeltoestellen. Het zijn een mooi hout. Ze worden straks nog wat donkerder, vallen ze nog minder op in het mooie groen. En de kinderen zijn hier geweldig aan het spelen vandaag. De paashaas was er nog bij. Mooie dag. Samen met de gemeente, samen met de bewoners. En zo is het hoe we het moeten doen. Het spelen dicht in de buurt staat bij de gemeente hoog in het vaandel. En dit is voor de hele buurt een hele mooie aantrekkelijke plek. Nou, we zien de kinderen hier lekker bezig.